Number one. Wauw. Hoe wil je sterven? Goeie vraag. Nou, in ieder geval nog lang niet. Dus deze vraag kan ik heel kort beantwoorden. Geen idee. Denk ik nooit over na. Haha. Op een onbewoond eiland. Welk boek gaat mee? Ja, voor mij is heel belangrijk geweest de werken van Gerard Reve. Toen ik jong was, las ik Gerard Reve. En dat heeft mij gevormd, heeft mij volwassen gemaakt op een bepaalde manier, over de dingen laten nadenken. Een van zijn mooiste boeken van Reve bijvoorbeeld is Moeder en Zoon. Dat gaat over Reve en het geloof, hoe hij daar zijn weg in vindt. Ja, misschien gaat Moeder en Zoon van Gerard Reve als een heel toegankelijk levensboek wel mee naar een onbewoond eiland. Aha, die fiets. Heb je de video van Michiel Romein gezien? Ja, want ik ben een bewonderaar van Michiel Romein. En als je mij de vraag stelt, wie zou je willen zijn? Dan zou ik misschien zeggen of Michiel Romein of Kees Prins. Ja, ik ben een bewonderaar van zijn ironische oeuvre, om het zo maar samen te vatten. Wat is de belangrijkste conclusie uit je boek? Wat ik heb gedaan, en daarom is het ook een lijvig boek geworden, is naar alle tijdvakken gekeken. Naar alle stromingen en opvattingen gekeken, biografieën daarin waarin je voelt hoe mensen met elkaar op de vuist gingen. Nederlands-Indië was een gebied wat louter bestond uit controverse en tegengestelde opvattingen, tegengestelde belangen. Dus iedereen die zich daar liet horen, die was iets van plan, die meende iets en die meende vooral het tegenovergestelde van de ander. En dat is een beweging door de tijd heen. En ik hoop dat men gaat volgen dat je de periode 1945-1949, waar nu zoveel over te doen is, niet kan begrijpen als je niet ook naar de Japanse tijd kijkt, 1942-1945. Als je niet naar de tijd kijkt waarin ultra-rechts opkwam, 1920-1942, en waarin de Indonesische nationalisten probeerden gewone mensenrechten voor elkaar te krijgen. En dat is weer niet los te zien van de 19e eeuw, waarin er met 85.000 soldaten, werd gevochten om Indië te onderwerpen. En dat kan je bijna weer niet los zien van de VOC-tijd, waarin de militaire overmacht voor ons voorwaarde was om Indië goed te kunnen uitbaten. En dan zal je zien, als je echt leest en je bent bereid met mij op reis te gaan, dat die opvattingen die je nu in 2022 hebt, eigenlijk heel oppervlakkig waren en gebaseerd waren op het niet hebben van kennis en dat je die dus moet bijstellen. Dat is een heel lang antwoord op deze belangrijke vraag. In hoeverre ben je zelf Indisch? Het woord Indisch is aanleiding voor allerlei misverstanden en scheldpartijen op internet. Indisch betekent in de eerste plaats gerelateerd aan Nederlands-Indië. Maar Indisch staat ook voor Indo-Europees. Indo zijnde van twee rassen gemengd de uitkomst. Daar waren heel veel scheldwoorden voor, liplap enzovoorts. In de 19e eeuw heel gewoon voor Nederlanders, volbloed, Totoks geheten, om zo over donkerdere mensen te spreken. Mijn grootmoeder was Indisch, was Indo-Europeaan, deels Molux. Mijn vader dus ook een beetje. En bij mij is het bloed van mijn moeder, mijn Brabantse moeder, zover dominant dat je het bijna niet meer ziet. Maar ik voel het nog steeds zo. Ik voel, mijn vrouw is hartstikke Indonesisch. Mijn schoonmoeder is hartstikke Indonesisch. Ik eet ongeveer 5 keer per week Indonesisch. En er is iets met het land en met die geschiedenis dat mij enorm raakt. En van daaruit had ik de behoefte om na 30, 40 jaar boeken verzamelen om daarover te gaan vertellen. Hoeveel boeken bespreek je in je boek en wat is je lievelingsboek? Nou, omdat ik naar de geschiedenis kijk en allerlei tijdvakken bespreek, kijk ik naar schrijvers die zich daar op een opvallende manier over hebben uitgelaten. Juist niet in dezelfde gedachtenstroom of dezelfde politieke overtuiging, maar dus heel verschillend van opvatting over hoe de kolonie geleid moet worden, of dat die Nederlanders eruit moeten worden gesodemieterd. Of zoals hier, fel oranje tijdschriften van de Vaderlandse Club, dat vooral de Indonesiërs hun bek moeten houden en dat wij Hollanders de baas moeten blijven, enzovoort, enzovoort.
Dus veel boeken, veel tijdschriften, militaire rapporten, krantenartikelen. Het zijn niet alleen boeken, het is van alles door elkaar zonder hiërarchie. Alles wat geschreven is, was voor mij de moeite waard om te integreren in een totaalbeeld. Ik dacht, ik neem wat mee, want mensen hebben heel veel emoties, maar weten niet heel veel over Indië. En waar bevindt zich die informatie? In de schatkamer bij Tom Hofman thuis. Allerlei boeken over vroeger. Dit bijvoorbeeld zijn twee schitterende boekjes van QMR Verhuel. Het is een ongelooflijk boek als je de Molukken wil begrijpen en Indië wil begrijpen. Schoonheid en pijn, dan moet je naar QMR Verhuel. Dit zijn twee prachtige boeken die ik even samen noem. Dit is Koelie van mevrouw Tsekeli Lulofs, de eerste Nederlandse auteur overigens die in heel Europa werd gelezen in de jaren 30 van de vorige eeuw. En zij kaart het grote probleem van de mishandeling van koelies aan in dit boek. Schitterend boek, een van mijn lievelingsboeken. En dit is de autobiografie van Sukarno. De grote leider die wij in Nederland heel negatief hebben afgeschetst. Maar als je goed verdiept in zijn leven, dan zie je dat hij eigenlijk een soort Mandela is geweest. In ieder geval een soort vrijheidsstrijder die op zijn manier tientallen jaren heeft geprobeerd voor 70 miljoen Indonesiërs vrijheid te krijgen. En heeft daarvoor tientallen jaren ook in gevangenschap en ballingschap doorgebracht. Nu overdrijf ik, maar toch wel een jaar of 15. Deze man moet een nieuwe plek krijgen in onze geschiedschrijving. En hij komt in mijn boek ruim aan bod.